We spreken het over tyfoons. En niet over de natuurlijke tyfoon, maar over de rap. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik veel naar zijn muziek luister en een aantal keren naar zijn concert van hem ben gegaan. Inleiding. 1. Biografie. 2. Titanenband. 3. Helpende mensen. 4. Albums. 5. Gewonnen prijzen. 6. Interview. 7. Mijn ervaringen. 8. Filmpje. 9. Quiz. Biografie. Lendra Lamy, beter bekend als Tyfoon, is geboren in Zwolle op 6 augustus 1984. Toen zijn oudste broer Kevin begon te rappen als Blackstar, deed Glenn mee en vond het stoer en vroeg of zijn broer het hem wou leren. Toen hij het rappen onder de knie had, kwam hij erachter dat hij door te rappen niet meer stotterde, want hij stotterde vroeger erg veel. Nadat de samenwerking met Neil Cool Collective was gestopt voor een album, ging hij in 2011 een band regelen. Hij heeft in de buurt rondgezocht en vond wat mensen en vormde daarmee een band. Als hij nu optreedt, staat hij bekend als iemand die heel druk is op het podium en een ander kenmerk is dat hij altijd optreedt op blote voeten. Titanenband. Tyfoon en zijn fans en aanhangers noemen de band Titanenband omdat ze erg wild zijn. Ik begin met Dries. Dries van Oost. Hij speelt gitaar en soms ook akoestisch. Hij heeft ook een album van Glam uitgebracht. Dan Mano Yeh. Hij speelt op het keyboard en op de trommels zoals je op het plaatje ziet. Dan Eddie Eddie. Hij speelt op de drums en speelt vanaf 2011 mee. Dan de trompetist. Trompetist Randall Hay. Hij heeft ook gespeeld als trompetist bij Kite Man. Dan een basgitaar, Sebas van Oost. En die speelt in de band op basgitaar en soms ook akoestisch. Dan Thijs van Milligen. Hij speelt de saxofoon en ik vind hem erg goed spelen. En dan de laatste, als laatste is Koen Witteveen. Hij speelt de alt-saxofoon en mijn broer is heel fan van hem. Helpende mensen. Als eerst Benjamin Herman, dat is ook een saxofonist. En hij heeft een nummer en een album opgenomen met Glenn. Hij is een leider en een soort van baas van Neil Cool Collective. En heeft ook al een nummer en een album uitgebracht. Als tweede, Sharon Drandamy. Je hoort het vast aan de achternaam. Ze is de zus van Glenn en zij regelt al het management en de agenda van Glenn en af en toe zingt zij ook mee op de achtergrond. En als laatste Kevin Randamy, die zie je hier. En hij zingt vaak mee op concerten, zoals hier zo op de foto, en hij opent ook meestal door concerten van Glenn. Album. Als eerste heeft Glenn alleen uitgebracht Tussen Licht en Lucht. En die verscheen in 2007. Het laatste album, het tweede album is van met Neil Cool Collective, de samenwerking, en het heet Chocolade en het werd uitgebracht in 2009. En het laatste album heet Love the Bassy en die heb ik hier ook. En het kwam uit in 2014. En toen ik naar de concerten van Glenn ben gegaan, heb ik handtekeningen erop laten zetten. En ik heb door Kevin, oftewel Blackstar, Koen, de saxofonist, Benjamin Herman, Glenn zelf. En die hebben allemaal een handtekening erop gezet. En Glenn vindt het nummer Hemelvat van dit album het leukste nummer. Gewonnen prijzen. De laatste prijs die Tyfoon heeft gewonnen met zijn band is de gouden plaat voor Lobby de Bassie, omdat hij in een jaar tijd heel veel is verkocht. Een andere prijs is het 3FM Award voor de beste hiphopartiest. Hij heeft nog andere prijzen gewonnen, maar dit was de laatste. Interview. Ik heb dus een interview met Glenn afgelegd en in die ervaringen vertel ik mijn ervaring daarvan. En ik vertel nu alleen een paar vragen die ik hem heb gesteld. En ik heb natuurlijk meer vragen gesteld, maar ik heb een paar in mijn tekst verwerkt en een paar vertel ik nu. Als eerste vraag vroeg ik hem waarom hij altijd optreedt op blote voeten. Hij antwoordde
zijn en met schoenen aan zit zijn zool tussen zijn voet en de grond. Hij wil ook weinig kleren aan, dus bij onder de 0 graden doet hij zelfs nog een korte broek en een korte mouwen t-shirt aan. Het liefst zou hij helemaal niks aandoen, maar dat wil hij zijn publiek niet aandoen. Een tijdje later vroeg ik wie zijn voorbeelden zijn en hij zei dat zijn grootste voorbeeld toch Stevie Wonder is, zoals je hier ziet. En hij zingt veel. De volgende vraag was waarom hij was gaan rappen. En hij zei dat hij begon met rappen omdat zijn oudste broer deed. En dat vond hij ook wel stoer. Toen vroeg ik hem hoe hij zijn band had geregeld. En toen zei hij dat hij heel veel mensen uit de buurt kende. En hij vroeg of ze mee wilden doen. En dat wouden ze. Dit is nog een foto van het interview. Hier zit ik backstage en hier zit... maar die zie je niet zo goed. Mijn ervaringen. Ik ben in de Pinksterweekend ben ik naar Den Bosch geweest. En daar ben ik naar zo'n concert gegaan. En toen iemand nog een spreekwoord mocht houden, toen wou ik dat graag doen. Omdat ik hem graag over telefoon wou doen. En toen heb ik zijn zus gemaild. Ik vroeg in die mail of ik hem mocht interviewen. En ik kreeg daar antwoord op en ze zei dat het goed was. En een tijdje later ging ik dus naar zo'n concert. En toen had zij gezegd dat ze misschien na het concert of voor het concert wij misschien even backstage mochten komen met een bandje. Zodat ik hem kon interviewen. Een tijdje later, toen wij in de parkeergarage waren, bijna bij het festival. Toen zei ze dat het misschien moeilijk was om alle vragen te doen. Maar uiteindelijk, toen het concert was afgelopen, toen kwam ik bij de plek waar je backstage kon komen. En toen moesten ze eerst even wat regelen voor de zekerheid, zodat ze zeker weten dat er niet onnodige mensen naar binnen gaan. En toen hebben we dit bandje gekregen, dat we naar binnen mochten. En toen had ik twee vragen verteld. En toen zei hij dat we beter alles konden doen en dat het leuker was dan telefonisch, want dat was... ik vond het heel leuk en hij was ook heel aardig. En een paar mensen hebben ook foto's gemaakt en die hebben ze naar mijn moeder gestuurd. Filmpje. Dit filmpje gaat over Typhoon die in de Paradiso in Amsterdam liedje Boumier zingt met Benjamin Herman. Het rode knopje met het antilo. Ja.
Misschien als je het schrijft, als je zegt, ik weet wel degene van wie het instrument bespeelde, maar niet zo de naam, maar wel van, oh dat was, hè, dat kan misschien ook. Ben je Herman of zo? Ja, Benjamin Herman. Sarah? En de saxofonist? Ja, weet je misschien ook mijn naam? Nee. Ja, Koen Witteveen. Weet je wat anders dan een andere? Nee. Koen Witteveen, Denzel, Blackstar, Benjamin Herman en Spas van Ons. Hoe oud is Glenn nu? Ik zou het verteld. 29. Bijna. Daar is het verder? Ja. Zijn drie albums die Glenn samen of alleen met mensen heeft uitgebracht? Zo. Omschrijf het. Wat heb je gezien? Hoe kan dus die plaatje? Het is een plaatje. Dit is een plaatje en dan heeft hij een plaatje. Oh, dat was een gitarist. En? Oh, die met zo'n dingetje. Oh, dat was, dat ja, was, Nee, daar ben ik niet helemaal bezig. Het was... Misschien kan Sarah het plaatje even zoeken. Speelt soms ook akoestisch. Ja, dat is. Akoestisch is een soort gitaar. Maar die is wel een wat is het verschil tussen een akoestische gitaar en een elektrische gitaar? Want daar heb je het dan eigenlijk over. Wie weet dat verschil? Misschien weet jij van het. Ja, elektrische gitaar is. Maak je geluid en dan komt hij er via een box komt hij eruit. En akoestisch is echt met dit instrument en niet met die. Klassisch. Ernstige tyfoon was geweest en heeft hij, en dat vond hij wel een stoere naam, en hij heeft die naam aangepast en toen heeft hij zichzelf daarvan. Goeie vraag, Priscille. Wat verwacht je
zelf, op deze spreekuur? Nou, mijn vader kwam ook gisteren tegen in de stad. En wat? Hij. En hij zei dat hij heel erg benieuwd ernaar was en dat hij het heel leuk vond omdat niet ieder kind hem zomaar gaat interviewen voor een spreekuur. Ruben? Wat is jouw favoriete nummer? Nou, ik heb niet echt een favoriete, maar wel een paar die ik wel leuk vind. Want ik vind zandlopen wel leuk. Die nieuwste CD, heb je daar favoriete nummers op staan? Ja, dat is Hemelvalt. Die vindt hij zelf ook een leukste nummer. Surfen en zandlopen. Ja, en zandlopen. Oké, andere vragen nog? Geweest. Ik ben op een vrijdagfestival ben ik er een keer naartoe geweest. En die staat hier wel. En nog twee keer in Hedel. Ja, wie is heel? Schrijft hij zijn boekjes zelf? Ja, hij schrijft de meeste zelf. Oh, ja, soms ook met zijn hele band. Dat ook wel vaak. Woont hij ook in Zwolle? Nee, nu woont hij niet in Zwolle. Hij is geboren in Zwolle, maar hij is opgegroeid in het village dorp in het Harde. En hij woont nu ergens op een boerderij. Omdat hij daar heel veel rust vindt voor. Zwaar. Nou, hoe heb je hem leren kennen? Ja, hoe ben je erachter gekomen van zijn muziek? Mijn ouders die hadden een keertje een nieuw collective ontdekt. En ze vonden Benjamin Herman heel leuk. En een keertje kwam voor chocolade. Toen ze dat gingen spelen, toen kwam Glenn er ook bij. En toen vonden ze hem wel goed zingen, zeg maar. En toen zijn zij een keertje nog een keertje naar zo'n concert geweest met Nicole Collective in Glenn zelf. En ook een keertje met hem alleen. En dat vonden ze heel leuk. En ik mocht nog niet mee. Maar later wel. En ik vond het ook wel leuk. Zie je? Maar hoe komt je, hoe weet hij dat, zeg maar, dat jouw vader is? Want je hebt hem waarschijnlijk nog niet heel vaak gewoon zelf gesproken. Nee, maar hij heeft mij in Den Bosch, herkende hij mij wel. En want ik had hem een paar keer wat dingen gegeven en een armbandje. En ik vroeg hem ook wel vaker voor handtekeningen en zo. En ja, mijn vader kwam hem dus tegen en hij kent hem goed en hij weet hoe hij eruit ziet. Dus zei hij, hey, en mijn dochter doet een spreekwoord over jou, weet je wel. En zo is het. Heb jij nog een vraag? Ben je aanwezig? Oké, we gaan eventjes ter beoordeling van de spreekbeurt. Misschien kan dat wel...